Goedemorgen, Stefan van Loek. Goedemorgen, dames. Ja, we kennen jou natuurlijk allemaal als oud-sportjournalist. Nu ben je mediamanager. Vooral oud, ja. Nee, zo bedoel ik dat niet, Stefan. Nee, ook mediamanager nu van de Rode Duivels. Jij schreef het boek terug naar Montevideo. Je bent ook daadwerkelijk naar Uruguay getrokken. Ja. Wat was eigenlijk de bedoeling van dat boek? De bedoeling was eigenlijk om een droom die ik al meer dan 25 jaar had, eindelijk waar te maken. Dat is iets te doen met dat eerste WK-voetbal. En vermits het voor tv niet zo voor de hand lag destijds, de budgetten daar niet voor waren, of de interesse ook maar miniem was, dacht ik, ja, het is nu het moment om daar misschien toch eens dan een boek over te schrijven. Ik had op dat moment daar de tijd en de mogelijkheden toe om dat te doen. En ik ben in 2016 twee weken naar daar gegaan om wat rond te snuffelen, zeg maar. Om sfeer letterlijk en figuurlijk op te snuiven, om in de archieven wat te duiken, te kijken ook wat er daar nog van overblijft. Maar vooral om de sfeerschepping in het boek een extra cachet te geven. Dat was eigenlijk het doel. Ja. Maar het blijkt wel dat onze Rode Duivels het eigenlijk niet zo goed gedaan hebben op dat allereerste WK in Montevideo. Hoe kwam dat dan? Goh, dat kwam omdat ja, de tegenstander sterker was in de eerste plaats. Dat is vaak zo in voetbal. Ja, en vooral ook omdat België was samen met Frankrijk en Roemenië de enige Europese ploeg. En die hadden er een bootreis op zitten van 14 dagen. Waar op die boot getraind werd, maar minimaal. Want er waren ook nog andere passagiers op het schip. Dus die mensen moesten ook hun rust en privacy hebben. Dus er werd geloot wie traint wanneer. En dus de Belgen trokken het slechtste lot. Om 6 uur 's ochtends moesten ze trainen. Als er rondjes lopen op het schip en dan vooral voor de rest van de dag veel rusten en nog veel meer lekker eten, denk ik. Toch rusten of werd er ook gefeest op die boot? Er werd aardig wat gefeest. Ik denk dat de bar constant open was. De meeste spelers, of toch veel van die spelers, zijn gewoon met 5 tot 6, 7, 8 kilo extra aangekomen. En met een kater. En met een kater nu misschien. Die was vooral achteraf, denk ik, na de wedstrijden. En ze stonden hoog aangeschreven, want ze hadden Frankrijk geklopt in hun laatste oefenmatch. België had een vrij goede reputatie. Maar daar bleken eerst Amerika te sterk en nadien Paraguay, hoewel ze in hun tweede match tegen Paraguay goed gespeeld hebben. En de eerste wedstrijd was tegen een Amerikaanse ploeg die versterkt was met gewezen Engelse profspelers. En die bleken dan toch te sterk voor de Belgen. Ze waren redelijk kansloos eigenlijk al van het begin. Ja. Maar jij bent wel daadwerkelijk naar Uruguay getrokken. Ik neem aan dat jouw reis iets comfortabeler en vlotter verliep. Ja, de reis van de Belgen was dus destijds 14 dagen op de boot, zoals ik al zei. Een treinreis die er nog aan vooraf gaat, kunnen we misschien straks over hebben. Mijn reis was met het vliegtuig. En eerst naar Buenos Aires, om het verschil ook te kunnen zien tussen Buenos Aires en Montevideo. Dat waren ook twee rivaliserende landen. Dat is zoals Engeland-Schotland, zoals België-Nederland, of Nederland-Duitsland, zeg maar. Twee grote rivalen. En dat brengt ook wat met zich mee aan veiligheid, aan nationalisme. En ik heb die reis gedaan eerst naar Buenos Aires, om nadien ook met de boot, de Buquebus zoals dat heet, de Rio de la Plata, de grote rivier die de twee steden van elkaar scheidt, om die reis ook met dat vervoersmiddel te doen, waar de supporters destijds van Argentinië dat ook hebben gedaan. Ze hadden niets meer pech dan ik, want zij hebben dat gedaan 's nachts en zijn blijven steken in volle mist in het midden van de rivier. En een groot deel van de Argentijnse fans heeft de finale gewoon gemist. En is zijn dat echt? Aangekomen in Montevideo op het moment dat de stad aan het feest vieren was. Over die aankomst, je schrijft in je boek dat de Duivels wel redelijk fenomenaal werden ontvangen, maar dat is bijna 90 jaar geleden. Hoe heb je dat nu nog kunnen achterhalen? Ik ben, zoals ik al zei, er al 25 jaar door gefascineerd door dat verhaal. Dat is gekomen door een thesis die ik daar destijds over gemaakt heb. En afgaande op een artikelenreeks in een Spaanse krant was het verhaal, aflevering 1 was de Eerste Wereldbeker, 1930, dat is mij altijd bijgebleven. De mythische sfeer die er rondhangt. En de man die de Belgische eer heeft hooggehouden, John Langenus, de scheidsrechter die de finale heeft gefloten, die heeft daar in de jaren 40 3 boekjes over geschreven. Niet alleen over dat WK, maar over zijn carrière. Dat zijn boekjes die ik destijds is via een antieke boekenmarkt heb op de kop kunnen tikken. Waar heel veel leuke verhalen in staan die nu in een hedendaags Nederlands moet zetten, want dat is oud-Nederlands. Dus dat was een serieuze inspiratiebron. Buiten wat ik allemaal nog gevonden heb ter plekke in de bibliotheken, in kranten, in boeken die ik zelf nog had op het internet, vind je heel wat. En dan je eigen sfeer die je daar hebt meegemaakt. Maar 90 jaar geleden. Ja.
Wat blijft daar nog over van dat WK in Uruguay zelf? Wat er nog overblijft is het Nationale Stadion. Dat is destijds gebouwd om het 100-jarig bestaan van Uruguay te vieren. 1830 gesticht, net zoals België. En dat stadion zou er komen om het eerste WK dus te laten plaatsvinden. Om het eeuwfeest van het land te vieren. Maar dat stadion is vergelijkbaar zo met de oude Bosuil bij ons. Hier zie je, hè. Het bestaat nog echt. Het bestaat nog echt. Het is nog altijd de thuishaven van de nationale ploeg van Uruguay. Serieus? Er kan 70.000 man op ongeveer. En qua veiligheid? Qua veiligheid, ja. Ik heb er een wedstrijd gevolgd, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Trinidad en Tobago. Toen was er maar 15.000 man, dat was niet echt het probleem. Maar er zijn wedstrijden nu voor het Zuid-Amerikaans kampioenschap tegen Brazilië, tegen Argentinië. Dan zit het vol. Het is Zuid-Amerika, daar zijn de regels denk ik iets losser als je vaak beelden daarvan ziet. Maar dat stadion staat er dus nog. Dat heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad tegen dat het er echt stond. Want voorafgaand aan het WK destijds heeft het 90 dagen geregend. Dus die werken hebben een enorme vertraging opgelopen. Waardoor was het eigenlijk af? Nee, het was niet af. Ah, het was niet af? En dan zelfs geen dak. Nu is het niet meer af, maar destijds, het was niet af toen het WK begon. Vandaar dat twee andere stadions hebben gefungeerd als gaststadion. En dus de Belgen hebben hun eerste wedstrijd gespeeld in een stadion van Nacional Montevideo. Het was een beetje een improviseren. Ja, en dan was er nog een tweede stadion, een klein stadionnetje voor een paar duizend man in Positos. Was destijds een gehucht, een buitenwijk van Montevideo, is nu intussen helemaal opgeslorpt. En daar is dus de eerste wedstrijd afgetrapt. Samen met die van de Belgen tegen Amerika in het andere stadion, maar wel met een voorsprong van 10 minuten, omdat er bij de match van de Belgen moest toch van alles georganiseerd worden, waardoor die 10 minuten later is begonnen. Dus als je mij vraagt, wat blijft er nog van over? Ja, je kan nog zien in de wijk Positos nu, waar nu een woonwijk staat, zie je op het trottoir een merkteken dat zegt, hier was destijds de middenstip waar de eerste wedstrijd is gespeeld. Aan de overkant van de straat heb je een nagemaakte doelpaal in beton, een winkelhaak, zeg maar, die steekt uit het voetpad uit om aan te geven, hier werd het allereerste doelpunt van een WK gescoord. Hoe lang ben je daar blijven staan? Lang. Jij bent de mediamanager van de Rode Duivels en 90 jaar later heb je eigenlijk ook de tocht opnieuw gedaan naar Uruguay om daar te gaan kijken naar die sporen van 90 jaar geleden. Mm-hmm. Nu, als ik nu lees over de Rode Duivels, tegenwoordig slapen ze in luxe appartementen of hotels en prachtige locaties of resorts op gepersonaliseerde matrassen, heb ik ook al gelezen. Ook al, ja. Ja, voilà. Toen was het toch even anders, 90 jaar geleden. Ja, de Belgen zaten hun logement onderweg op de boot in kleine kajuiten, maar eens aangekomen in Montevideo was er een hotel voorzien en dat was denk ik een heel degelijk hotel. Maar dat bleek toch overboekt bij aankomst en dus moesten ze daar uren wachten vooraleer ze daar bevestiging voor kregen. En dan werd er uitgeweken naar een pensionnetje in, zoals ik dat straks al zei, Positos, toen een buitenwijk aan het strand weliswaar van Montevideo. Een klein hotel waar ze, zoals John Lange dus in zijn boeken schreef, in de Aap waren gelogeerd, waar lavabo's overliepen, waar het water door de zoldering druipte en druppelde. Dus dat was eigenlijk niet zo. Het eten was er ook niet echt top, om het zacht uit te drukken. Dus ze vonden het daar eigenlijk niet zo fijn. En nu heb je dus geen moment meer dat je kan vervelen als speler. Je hebt smartphones, boeken. Toen was er nauwelijks wat. Het was misschien kaarten, het was praten, het was gaan wandelen. Maar van die kleine toestelletjes, handige dingen om de tijd mee te doden, dat was er niet. Nee. Nu, het grappige is dat jij, zonder dat je eigenlijk er weet van had, in Uruguay gelogeerd hebt in het hotel waar ze eigenlijk hadden moeten logeren. Dat hotel dat overboekt was. Ja, dat heb ik achteraf gezien, dat het hotel waar ik logeerde, dat destijds het hotel was waar ze aanvankelijk zouden moeten slapen. Het was een mooi gerestaureerd hotel in een mooie wijk van Montevideo. En toen ik achteraf nog wat opzoekingen deed, dacht ik, oei, dat is dan dat hotel waar ik was. En het andere, waar ze dan uiteindelijk in terechtgekomen zijn, daar heb ik eigenlijk lang moeten naar zoeken, want het bestaat ook niet meer. En ik heb dat pas de dag voor mijn vertrek terug naar Europa, zeg maar, heb ik dat als bij toeval, zoals dat vaak gebeurt bij dat soort zaken, kunnen vinden. Omdat naast mijn hotel was een afdeling van het ministerie van Sport en Cultuur. Ik zeg, ga je binnen eens horen. En daar zei een vrouw, ja, maar er is een gepensioneerde gymleraar, die weet er alles van. Hier is zijn nummer, bel die.
En ik belde die man en die zei, ja, dat is nu dat. Dat is nu een theehuis, koffiehuis, bibliotheek, boekenwinkel en daarboven appartement. En ik ben er op een doorregende zondagochtend met de taxi naartoe gereden. En ja, inderdaad, ik stond daar voor dat gebouw. Ik heb dan ook maar een koffie gedronken met heerlijke Susan. Dat kan ik erbij zeggen. Maar het gevoel om daar dan te zitten in een op zich heel gewoon theehuis. Als je weet wat dat vroeger geweest is en wie dat lang geweest is, dan geeft dat als sportjournalist en geschiedenisliefhebber, sportgeschiedenisliefhebber, geeft dat wel een zeer apart gevoel. Maar even terug naar waarvoor die Rode Duivels daar in Uruguay waren. Hè, naar die, ja, dat WK, eerste match tegen de Verenigde Staten. Verenigde Staten. Imke heeft het daarnet al gezegd. Ja. Het verliep niet echt heel erg goed. Nee, ze hebben hun eerste match met 3-0 verloren. Ze werden eigenlijk wat onder de voet gelopen door de Amerikanen die in die wedstrijd beter waren. Het werd geweten aan pech, aan inderdaad niet genoeg getraind. Landziekte speelde ook mee. Dat is een heel vreemd fenomeen. Als je 14 dagen op zee hebt gezeten en op het dek hebt rondgelopen, dan als je dan op het vasteland aankomt, bij sommige mensen werken de hersenen en uw spieren niet meer in functie van elkaar. Dan krijg je evenwicht? Ja, je krijgt dan redelijk wat problemen die zich ook psychisch blijkbaar manifesteren. En sommige spelers hadden daar in het begin nog wel wat last van. Dat is dat uw spieren niet volgen wat uw hersenen denken en omgekeerd. Ik heb dat ook constant. Ja, maar dat was voor hen een zeer vervelende zaak. Nu, ja. Ze hadden wel een tweede wedstrijd waarin ze zich opnieuw konden bewijzen of herpakken, maar dat gebeurde ook niet. Nee, ze hebben daar wel een zeer goede wedstrijd gespeeld. De tweede wedstrijd was tegen Paraguay. Alleen was het jammer dat die wedstrijd er op dat moment niet meer toe deed, omdat de Verenigde Staten had eerst tegen België gewonnen en had nadien ook tegen Paraguay gewonnen. Het was maar een groep met 3 landen. Dus die wedstrijd, er was maar 1 land dat zich kwalificeerde voor de volgende ronde. Dat was al bekend, dat was dus Amerika. En die match tussen België en Paraguay deed er eigenlijk niet meer toe. Die werd bovendien ook gespeeld in het toen wel afgewerkte grote stadion. Maar na een wedstrijd tussen Brazilië en Joegoslavië, een pak minder volk, want de match deed er niet meer toe. Maar wel zeer goed gespeeld en dan op een counter een doelpunt geslikt en zelf geen enkel doelpunt gemaakt op dat WK. Dat was wel... Dat is jammer. Zeer jammer, ja. Een andere Belg heeft wel een beetje de eer gered, hè? Een beetje veel zelfs, ja. Je hebt het over John Lange. Ja, dus de man om wie het boek voor een groot stuk draait en die, zoals ik al aangaf, de inspiratiebron is geweest voor het verhaal. John Lange dus was een Belgische scheidsrechter die, zoals vele scheidsrechter is geworden nadat hij een blessure had opgelopen in het voetbal en voor het voetbal zelf verloren was. Was wel een intellectueel, was een man met aanzien, was secretaris van de Hoeve van de provincie Antwerpen. Schreef ook veel voor een krant, was eigenlijk ook sportjournalist avant la lettre. En was toen eigenlijk als delegatielid mee als scheidsrechter voor het WK samen met nog een andere Belg. En hij had al de Olympische Spelen gefloten, de finale, 4 jaar voordien tussen Uruguay en Argentinië. En hij had er een heel goede indruk gemaakt, ook vooral bij de Uruguayaan, omdat die dat toen ook wonnen. En dus was iedereen wel redelijk opgezet met zijn optreden daar. En hij heeft het verst gebracht van al. Hij heeft dus de finale gefloten, mogen fluiten. Ging ook niet zonder slag of stoot. Maar hij is daardoor toch degene geweest die de Belgische eer heeft hoog gehouden. Ja, die zal waarschijnlijk ook geen last gehad hebben van een VAR. Maar ik vermoed dat een WK-match toen er wellicht anders uitzag dan een WK-match nu. Zwarte botjes met 6 noppen, een bal met een veter. Maar waren er ook andere regels? Wel, de regels waren hoe dan ook niet op elkaar afgestemd. Blijkbaar, en dat is ook achteraf gebleken, of toen ze daar waren tenminste, er waren redelijk wat misverstanden over het buitenspel. Want dat is nog steeds zo, maar verder. Dat is inderdaad nog steeds zo. Maar toen was het wel frappant, want in bepaalde landen kon je alleen maar buitenspel staan bij een aanval over links. En dus pogingen om die regels uit Europa en uit Zuid-Amerika op elkaar af te stemmen, die zijn duidelijk niet geslaagd. Er zijn ook redelijk wat incidenten geweest bij sommige wedstrijden. Lange Nuzé bijvoorbeeld een wedstrijd gehad waar hij van elke ploeg 4 man naar de kleedkamer had kunnen sturen na een vechtpartij. Maar toen
gebruikte hij toch zijn gezond verstand en dacht hij, ja, daar heeft nu niemand iets aan als ik die vier twee keer naar de kleedkamer terugstuur. We zijn hier tenslotte om te voetballen, dus hij heeft de mensen even aangemaand tot rust en dan zijn ze opnieuw beginnen spelen. Ja. Dus de wedstrijd is, los Argentinië-Chili geloof ik, is gewoon kunnen doorgaan. Zeer fijne verhalen allemaal over die eerste wereldbeker in 1930. Alles staat prachtig neergeschreven in jouw boek. Terug naar Montevideo. Meer info vind je op radio2.be over het boek. Maar Stefan, misschien toch nog een klein pronostiekje voor vanavond? Wel, ik had eigenlijk hetzelfde in mijn hoofd als Imke. Ja. Oh. Imke zei 3-0. Ja, ik had net dezelfde score in mijn hoofd, dus ik ga ze hier ook... Jij zijn voor, collega's jij zorgt geweest, voor de druivensuiker dan voor vanavond. Vandaar dat ik Imke ook dit boek ga overhandigen. Dan wil ik het wel gesigneerd. Dat is al gebeurd. Oké. Bij deze. Dankjewel. Dankjewel, Stefan van Loek. Graag gedaan.